dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, van harte welkom bij de Champions Club podcast van Pix Plus Sports. De enige, nog altijd als ik het goed heb, over de Champions League, specifiek over de Champions League in Vlaanderen. En dat is logisch, want wij zenden alle wedstrijden van het kampioenenbal uit. En we hebben ook de analisten die er het meeste over weten, want ze zien de wedstrijden gewoon live in de stadions. Dag Peter van den Bem, dag Wim de Koning. Dag Nicola. Wat mogen we toch zeggen, hè? Jullie reizen in Europa rond. Hebben jullie afgeteld, Peter, Wim, tot die knock-outfase begon? Bedoel je sinds de groepsfase is geëindigd? Ja, maar zeker en vast. Dus wat mij betreft begint of eindigt de winterstop nu pas. En dat we er weer kunnen aan beginnen. En de Champions League begint toch echt altijd bij de knock-outfase. Ja, zeker en vast. Dus naar uitgekeken. Mm-hmm. Wim, jij vertelde mij ook al dat je er naar uitkeek. Want je zei, ik heb bijna doorlichtwonden van alle matchen die ik afgelopen weekend heb bekeken. Ja. Dus ja, je wil nog wel een keer alles oprakelen weer. En de ploegen die hier vandaag gaan besproken worden, toch nog eens live zien spelen. Live niet, maar goed, rechtstreeks. Zonder dat je weet wat de uitslag is en... Ja, dat is toch wel dat kijkt anders wel werk, dan opgenomen, maar dat hoort er ik weet het, ook wel bij. Ik heb wel wat tijd in het weekend om dat te doen. Maar dan moet je wel soms op 2 of 3 schermen bezig zijn en dan de hoofdpunten eruit halen. Ja. En Peter van den Bent, die begint aan zijn werkdag om 6 uur 's morgens vaak. Op maandag? Ja. Mijn wekker staat alleen op 5:24. Niet alleen op maandag, hè? Jawel, anders niet. Sowieso een vroege vogel. Ja, maar nee, niet om 6 uur 's morgens. Ja. Dat is alleen op maandag, omdat ik op Radio 1 over het voetbal vertel. Maar ik heb minder tijd dan Wim in het weekend. Ja. Ik moet ook nog Belgisch voetbal doen en bekijken. Dus ik... Het is pittig dan, hè? En ik ben pas overigens zaterdagavond thuisgekomen van een weekje zon. Zo, hè. Ah, kijk eens aan. Ja. Dus ik heb toch opgenomen gekeken. En dat... heeft het voordeel dat je bij wissels en blessures en door kunt bij rondspelen van de bal dan toch een beetje kan doorspelen. Maar voorbereid zijn jullie in elk geval sowieso. Waar gaat het heen deze week, Peter? Leipzig morgen tegen Real Madrid. Dat is een primeur. Nog nooit in Leipzig. Nog nooit geweest? Nee. Dus ik kijk er wel naar uit, naar het stadion en iets minder naar de reis. Het is denk ik twee dagen met de trein, als ik het goed begrijp. Ja. Je gaat samen met Frankie van der Elst. Ja, maar ik heb mij afgevraagd, Peter, hoe je dan de dag nadien op de bestemming kan geraken. Als je vandaan komt. Ik had het zelf al vroeg uitgevogeld. Ah. Eerst een vlucht om 6:30 al. Ja. Je gaat naar woensdag naar Parijs. Leipzig naar München en dan daar even wachten en dan München-Parijs. Okay. Dat valt eigenlijk nog wel mee. Ja, Frankie, je gaat 2 dagen inderdaad op de trein zitten. Ik heb het ook gedaan vorig jaar met jou. Vorig jaar, ja. Het heeft ook zijn charme. Als hij rijdt. Want ik herinner mij Gert Verheij, die de hele dag onderweg is geweest. Want dat is waar, de Duitsers staan wel voor grondlichtheid, maar dat schijnt toch niet te gelden voor het spoor. Ik vond dat nog wel mee. Ja, maar en zelfs met koffieservice en zo. Maar herinner je in terugkeren dat de TGV voor ons niet gereserveerd was? Van Leipzig naar... als je daar moet overstappen. Daar hebben we zaten wel illegaal op de trein. We zaten illegaal op de trein en gelukkig was er nog wel wat plaats. Ja. En hebben dat vriendelijke Duitsers toch wel opgelost voor ons. Het is waar. Ja, Wim die herinnert zich dat allemaal. Ah, ja, ik klasseer dat, ik vergeet dat. Maar jij gaat niet met de trein, Wim. Jij gaat het vliegtuig nemen, denk ik. Naar Kopenhagen, Ben jij er al geweest? Parkenstadion is ook een primeur voor jou. Ja, ik moet zeggen, kijk er wel wat naar uit. Want, sfeervol. Ja, want vooral die witte aangeklede tribune achter de goal. Mm. Niet zoals in Dortmund waarschijnlijk, waar het in het geel is, de gelbe wand. Maar ik heb wel de indruk, als ik live op tv zit te kijken, dat daar wel veel... energie en sfeer vanuit gaat van die tribune. En daar gaan ze het een beetje moeten van hebben. Die Deense topclubs die hebben wel een redelijke achterban. En inderdaad veel sfeer ook in die topmatchen daar. We gaan het programma van de 8e finales er een keer bij nemen. Want er zijn natuurlijk 8 wedstrijden. 4 daarvan deze week. Naar 3 van die 4, daar gaan jullie zelf bij zijn. En zelf ga ik met Wesley Sonck naar Lazio tegen Bayern München op woensdag. Op Valentijn, weer op Valentijn met Wesley Sonck op stap. Dat wordt gezellig. Jullie hebben dat aangevraagd waarschijnlijk. Niet specifiek, nee. Okay. Volgende week in Parijs met Gert op Valentijn. Ja, dat is ook niet verkeerd, zeker. Volgende week hebben we nog Inter Milaan tegen Atletico Madrid en PSV tegen Dortmund. Daar ga je ook naartoe, Peter. Ja. Napoli, Barcelona ook nog op woensdag en Porto tegen Arsenal. Dus dat is het volledige overzicht van de Round of 16. Maar ik ga beginnen met een korte vragenronde, jongens. Een beetje teasen voor de mensen die kijken en luisteren. Heel kort hoor. En dan probeer ik het te onthouden en er straks op in te pikken. Als ik het dan vergeet, begin er zelf over.
antwoorden met één woord of team of wedstrijd. Ik begin met deze vraag. Naar welke van de 8 affiches kijk je het meeste uit, Peter? Ja, vreemd genoeg PSV Dortmund. PSV Dortmund, oké. Okay. Daar gaan we vandaag niet over praten. Dat is voor volgende week. Wim? Moest het een van vandaag zijn? Nee, nee, hoeft niet. Okay. Hoeft niet. Goh, snel, hè, Wim? Ja, ik weet het. Snelle vraag, ja, 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 ja. Wat toch wel Leipzig-Real. Oké, okay, Leipzig-Real. Ja. Welke ploeg heeft er het meeste indruk gemaakt in de groepsfase, Peter? Het is al even geleden. Maar ja, om nu te zeggen, grote indruk. De beste indruk dan? Geen enkel, ja. Uiteindelijk, maar niet constant, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Ja, maar wel 8 punten. Ik heb ze niet allemaal gezien. Nee, nee. 8 punten maar gehaald. Ja, ja, ja. En met de hakken over de sloot. Jouw ploeg, Wim. We gaan er straks op. Real Madrid. Real Madrid, oké. Okay. Ja. Welke speler heeft jullie het meest kunnen bekoren, Peter? Dat zal dezelfde zijn. Hè. Ja, Bellingham. Ja, voilà. Bellingham, ja, twee ook, keer. Ja, Bellingham. Ja, dat dacht ik inderdaad al. Wie is nu, op 12 februari, favoriet voor de eindzegen? Ik zeg tegen mijn goesting. Manchester City. Maar het Real dat ik de voorbije tijd heb gezien, daar gaan ze toch voorbij. Oké, okay, goed. Ja, ik heb Manchester City gepronosticeerd, maar moest ik nu mogen, dan zeg ik Real Madrid. Oké, okay, en tot slot? Ik durf niet zeggen wie ik gepronosticeerd heb. Nee, die gaan het niet worden, maar het was om tegen de raad. Bayern München? Nee, Barcelona. Barcelona. Die zitten er nog altijd in, maar die gaan niet halen. Van het weekend was het toch weer niet. En tot slot, wie wordt topschutter van de Champions League? Het hangt dan misschien samen? Misschien ook Bellingham, hè? Kan. Ja, er steekt er geen bovenuit, hè, voorlopig. Dus ja, geen Haaland? Hij is nu wel geblesseerd, Bellingham. Dus ja, ja, ja. Ja, Haaland misschien. Antwoorden, Wim, kom aan. Ja, ik ga toch een van Real Madrid pakken. Hè. Vinicius Junior. Alright, goed. Ja. Merci. Ik heb het niet allemaal genoteerd. Ik zal hier en daar iets vergeten. Ja. Maar nu gaan we elke wedstrijd overlopen. En we beginnen met Leipzig tegen Real Madrid. Ik heb begrepen dat Wim, dat jij er ook fel naar uitkijkt. Live te zien trouwens morgen op Pix Live. Dat betekent gratis voor alle Proximus-abonnees. Je hoeft geen abonnement te hebben bij Pix Sports. Al is dat wel een aanrader. Dus Peter, jij gaat er naartoe, naar die wedstrijd. Mm-hmm. Op basis van het huidige vormpeil van de twee ploegen, denk ik niet dat je daar een verrassing verwacht. Nee, nee. Ik zou zeggen, als ze allebei in vorm zouden zijn, ook niet. Ik ben zeer onder de indruk van wat Real Madrid gepresteerd heeft zaterdag. Met een nooddefensie. 4-0. 4-0. Tegen Girona. En ik moet zeggen, die kwamen met de borst vooruit, hoog druk zetten. Goed voetballen eigenlijk. En dat was de meest productieve ploeg bijna uit La Liga. En ze hebben geen enkele keer tussen de palen kunnen trappen tegen een verdediging. Met dus Vázquez, Tchouaméni, dus een smurf van 1,73 meter. Oh, wel een goede smurf. Hè? Ja, maar ik wil maar zeggen, centrale verdediger van 1,73 meter, dat kan alleen in Japan volgens mij. Is Tchouaméni maar zo groot? Ja. Nee. Het nee, is Vázquez die je bedoelt, denk ik. Nee, het is Carvajal die maar zo groot is. Ah, ik denk dat Tchouaméni een stuk groter is. Ja, ja, dat is toch hun kopper. En wie stond er nog achterin? Carvajal. Carvajal, van wie men zegt, het enige wat hij nog niet gedaan heeft, is in doel staan. Ja. Ja. Nu links. En dan links Mendy. Maar vooral, het offensieve geweld van Real was adembenemend. Dus Vinicius, hè? En oké, zolang Messi ergens op voetbalschoenen rondloopt, zullen ze de gouden bal wel aan Messi geven, veronderstel ik. Maar eens hij dan gestopt is over een jaar of 10, denk ik dat het toch is aan Vinicius. Over een jaar of 10. Ja, maar wat die allemaal voor elkaar heeft gekregen, met een fenomenale goal, maar ook, en hij zat op de bank toe te kijken, Modric moest gedacht hebben, ja, zelfs daarvoor hebben ze mij niet meer nodig, om geweldige assist te geven buitenkant voet. Ja, dat was indrukwekkend. En als je dat dan legt naast Leipzig, dat ineens is beginnen struikelen. Dat een paar weken geleden nog 6 punten voorsprong had op Borussia Dortmund, hè, op de vierde plek. Ja, staan er nu 3 achter. Eén overwinning in 5. En zelf best goed gevoetbald en kansen gehad. Maar als je zo gaat verdedigen tegen de jongens die ik net heb opgesomd. Oké, Bellingham is er nu niet bij, maar met Rodrigo en misschien dan Brahim Diaz. Ja. Dan krijg je er 10. Ja, want het was niet toevallig dat Ancelotti op de persconferentie nadien zei, zoals Vinicius speelt, is hij de beste van de wereld. Ja, zei hij. Ja. En dat als je de goal die hij maakt en de 2 assists die hij geeft, dat is onvoorstelbaar. En vooral die derde goal, die Bellingham dan binnentikt, die passeerbeweging, dat moet je echt eens gaan. Was dat tik-tak-beweging die daar op volle snelheid? Onwaarschijnlijk, ja. Als je het
live de eerste keer ziet, denk je, hij struikelt half over zijn bal, maar het is heel erg bewust hoe hij snel van rechts naar links en dan die twee spelers in de wind zet. Ja, onvoorstelbaar. Zo zie je maar. Het was ook het verhaal van die rechtsback van Girona, Cody, ja, hè, die in belangstelling stond van Real Madrid. Nu nog steeds? Die in tranen van het veld is gegaan. Is die in tranen van het veld? Ja, 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 gezien, het kan ook aan zijn haarkleur gelegen. Ja. Maar ja, het is echt een heel goede was. Heel het seizoen door. Hij staat weer met de voeten op. Gedeclasseerd, ongelooflijk. Ja. Ja, Tchouaméni trouwens 1,87. Ja, helemaal mis. Ja, ik denk dat ze Carvajal bedoelen of zo. Dat zou kunnen, ik heb ook wel. Sorry, Leipzig heeft natuurlijk ook geen geluk met de lotingen. Wim, vorig seizoen zijn we daar geweest voor Man City, die daar niet veel indruk maakte. De Bruyne was er ook niet bij. Was ziek. Maar in de terugwedstrijd, pandoering van je welste. Dat scenario dreigt weer, denk ik. Wat Peter zegt, dat ze er veel gaan binnenkrijgen. Want in Leipzig vorig jaar was er ook dat gevalletje rond Haaland op die moment, hè, die bijna geen ballen raakte, waarbij gezegd werd, ja, hij is ongelukkig, hoe zit dat nu, hij wordt niet aangespeeld, met Guardiola, dat loopt niet. Oké, de week nadien, wat was de week nadien, al de terugwedstrijd, denk ik, hebben ze dat, Kevin was ziek in Leipzig, dat weet ik nog. 1-1, penalty van Mahrez. Matige wedstrijd. Geen groot verschil, maar in de terugwedstrijd dan wel. Ja, en dan waren dat die 5 doelpunten dan van Haaland. Hè. Ja. Is er een verklaring voor dat mindere vormpeil van Leipzig? Ze hebben maar 1 van de 5 matchen gewonnen. Begin 2024. Ook 11 tegendoelpunten, zag ik. Ja, maar het is wat ik zei. En nu, Orban was teruggekeerd nu. De vorige wedstrijd had ze dan kunnen winnen van Berlijn. Maar goed, nu ook weer niet. Geen idee of er een verklaring voor is. Het gekke is dat Olmo, die toch een heel belangrijke speler is... Dat terug is. Terug is en ze dan niet meer konden winnen. Mm-hmm. En je ziet nog altijd, ik vind het wel nog altijd een leuk voetballende ploeg. Hè, met, En Openda met zijn snelheid en zo. Dus die kan inderdaad wel wat voor problemen zorgen. Maar over 2 wedstrijden zijn ze, denk ik, toch gewoon kansloos tegen Real. Real gaat zich niet laten verrassen door Leipzig. Bellingham, in principe een paar weken oud wel. Dus het is een soort verstuiking van enkel, de enkel. Ja. En er werd in Marca vandaag verwezen naar de blessure, ze weten alles natuurlijk, van Vinicius in 2019 tegen Ajax. Ja. En die was dan 7 weken oud geweest. Ja. Maar de verwachting toen is... ze uitgeschakeld werden. Ja, inderdaad. Maar je hebt vaak wel dat ze iets ruimer meten dan... Maar dat was wat journalisten zeiden, niet de club en vooral de duidelijkheid. Dus ze verwachten hem misschien wel terug tegen de terugwedstrijd. En bovendien... Die begin maart is, Stond ook te lezen. Ze hebben dit seizoen 5 keer moeten spelen zonder Bellingham. Alle 5 gewonnen. Maar toch heb je het gevoel dat ze daar iets belangrijks missen. Oké, het is een andere manier. Maar elke afwezigheid wordt daar opgevangen. Hè. Want ook niet vergeten, die 4 centrale verdedigers die oud zijn. En Courtois nog eens bij. Die begint ineens... Goed te keepen. Goed te keepen. Ja, dat is wel... Want eigenlijk... stond hier per abuis in de wedstrijd tegen Braga, omdat Kepa dan buiten strijd was. Nadien moest hij even naar de bank. Madame Loenin heeft zich dan boos gemaakt en allerlei posts... Constructief. Onbegrijpelijk. Maar sindsdien denk ik, ik had het genoteerd, ik denk 19 wedstrijden of zo, en hij heeft er maar een stuk of 4 meer op de bank gezet en lijkt het pleit gewoon te hebben van die Kepa die gehaald was als vervanger. Wat zie jij in Loenin als keeper, Wim? Van die Oekraïense keepers hebben we nog wel zaken gezien. Hij was heel jong toen hij in de Champions League er al was. En ik denk... dat hij beter is en consistenter dan Kepa. Ja. Die toch veel kleine foutjes maakt. Indien Courtois. Maar Courtois zal niet meer spelen, zeker in de loop van de... Misschien wel nog tegen de finale, ik zeg maar iets. Misschien die eindfase. Alaba ook nu uit, toch? Ja. Ook met kruisbandletsel en al. Ja. Als ik Peter hoor zeggen... Ja. Ik zou misschien voor Real Madrid gaan, want dat zei je denk ik daarnet. Dat. Jij ik zei dat? Ja, oké. Okay. Ja. Peter ook, denk ik. Zie, kijk, ik heb het niet genoteerd, zo zie je maar. Maar is dat dan het enige twijfelachtige bij Real Madrid? Die centrale verdedigers? En wanneer keren ze terug? Rudiger, Militao uiteraard niet meer, Alaba ook niet. Rudiger binnenkort. Rudiger wel, ja. Die is weer maar wat is dan... Zelfs. Zit daar nog een risico? En Nacho, dat is ook... Nacho is misschien ook wel een risico, hè? Ja. Op dat niveau, in die fase, of niet? Maar ik denk als je dan tegen de echte goeie komt, hè, tegen City en dat soort ploegen, dan kan het misschien wel doorslaggevend zijn dat je dan achterin toch iets minder stabiel... Maar ze hebben wel al
getoond, en dat was wat Ancelotti na de wedstrijd ook zei, dat de spelers zich van bewust waren dat ze toch problemen hadden achterin. En dat daardoor, en hij noemde het de wedstrijd van de nederigheid, daardoor de sterren, en hij noemde de drie voorin, Bellingham, Vinicius en Rodrigo, dat die dan gewerkt hebben, terug mee verdedigd en ervoor gezorgd hebben dat er een blok stond. Op een bepaald moment moest Real wel in blok verdedigen tegen Girona. Niet omdat ze dat zo graag wilden, maar omdat ze dat moesten. Girona is een goede ploeg. En dat, dat kan hen dan misschien ook weer wat verder brengen. Ja, dat ze inderdaad nog een schepje erbovenop doen. Ja. Op en daar, mannen. 19 doelpunten in 29 matchen. Hij heeft zijn 15e gemaakt in de competitie. Hij miste ook nog een strafschop tegen Augsburg. Maar als je naar die balans kijkt, hij heeft ook in zijn laatste 4 competitieduels telkens 1 doelpunt gemaakt. Hoe zeer zijn jullie onder de indruk? Zeer van hem, hè. Zeker. We kennen Openda toch van hem, Club Brugge en zijn invalbeurten. En dat het te weinig was en de weg die hij afgelegd heeft. Oké, dat hij dan via Lens, dat hele vertrouwen heeft opgepikt. Als je in Lens bent, kan je zien hoe dat komt. Hè. Dat is daar heel erg plezant voetbal. Oké, Vitesse was ook al goed. Ja. Maar dat hij die stap hoger ook op die manier zou verteren, dat was toch nog wel af te wachten. Hè. Want bij de nationale ploeg is het wel moeilijk. En dan zie je daar zijn beperktheden. Hij is, hij is echt wel de nummer 2, hoor, na Lukaku. Ja. Wat Zwaaier voorbij gestopt, dat bedoel ik. Hè. In het hoofd, denk ik, van Tedesco. Ja. Maar de goal die hij maakte, het was wel fenomenaal voor zo'n klein mannetje. Die détente, de manier waarop hij die bal binnenkopte. Ja, ook met die hangtime, bij manier van spreken. Ja, dat zag je toch niet in Openda. Hij maakt nog altijd heel veel progressie. En is op geen enkel moment wordt er aan hem getwijfeld als titular is? Nee. Sesko is nogthans ook een goede speler met 2. Dat is ideaal voor hem. Hè. Ja. Dat is ideaal voor hem in het systeem. Als enige diepe spits in de nationale ploeg hebben we zijn beperktheden gezien. Maar hij moet wat ruimte hebben op zijn snelheid kunnen teren. Penalty die hij dan mist, ik vond het al heel erg raar dat ze hem die lieten nemen ook weer. Dat is niet zijn sterkste kant. Dat was heel erg slecht getrapt. Hè. Ja, dat was heel erg slecht. Hè. Waardoor ze wel in de problemen zitten nu. Hè, want anders stonden ze dicht bij Dortmund en hadden ze met die overwinning misschien wat vertrouwen kunnen pakken. Wat is interessant dat je begint, of dat jullie beginnen over het zijn statuut ook bij de Rode Duivels, want twee collega's van ons, Alex Teklak en Mathieu Istas, die zijn op bezoek geweest bij Openda, daar in Leipzig. En Alex vond en vindt dat het gevoel dat hij uitstraalt Openda bij de Duivels en bij Leipzig, dat anders is. En Openda is daar eigenlijk wel mee akkoord. C'est pas la même chose qu'en équipe nationale ici. Le coach a beaucoup de confiance en moi, je le sais très bien, on a déjà parlé. Et ça me fait déjà du bien d'être appelé et d'avoir cette confiance du coach. Après, je pense que j'ai besoin de me relâcher. Voilà, il faut que je sois plus relax. Je sais que c'est un conseil de Thierry Henry qui m'avait donné mon premier but. Et même quand j'étais avec lui, il m'avait dit quand tu remises les balles, avant, quand je remisais les balles, j'étais un peu trop crispé. Mm-hmm. Et il m'a dit relâche-toi, sois cool. C'était des petits conseils qu'il m'a donné parce que c'est aussi c'est une légende. Et forcément, j'écoutais ces conseils-là. Quand je reviens au club, ça se passe très bien. Maintenant, il faut que je reprenne cette confiance-là en équipe nationale et que je le fasse. Okay. Et ça se fera. Ja, hij had het in het Frans, dus even vertalen misschien, over het advies van Thierry Henry, die hem gezegd heeft bij de Duivels destijds. Ja, probeer wat meer te ontspannen. Je bent misschien inderdaad wat te gecrispeerd. Dus daar zit nog wel een verschil. Bij Leipzig is hij nummer 1, heeft hij het vertrouwen. Bij Tedesco krijgt hij ook vertrouwen. Ja, zeker. Maar het gevoel is nog anders. Ja, dan moet je een beetje je weg zoeken. Zo. Dus daar is hij nog een aanstormende spits. Hij komt ook met een bepaald statuut bij Leipzig aan. Want ze hebben daar flink wat geld voor betaald natuurlijk. Dat geeft je ook een zeker gewicht en aanzien in de kleedkamer. En als je dan al die doelpunten maakt, dan ben je gelanceerd. Natuurlijk, zo eenvoudig is het. En inderdaad, hij kan zeker in het shirt van de nationale ploeg nog kansen missen die hij dan misschien bij Leipzig wel binnenlegt. Want ik zie hem wel een keer of 2 scoren. Hè. Tegen City heeft hij de 3 gemaakt over 2 wedstrijden. Dus ja, op de tegenavond met zijn zie ik en ook de manier waarop hij afwerkt is bij momenten wel heel straf, heel klinisch geworden. Dus nee. Oké, goed. Dus we gaan ervan uit. Real Madrid zal de bovenhand nemen tegen Leipzig. De volledige reportage trouwens te zien in onze voorbeschouwing morgen op Pick Sports op televisie. Ook in de wedstrijd waar jij naartoe gaat, Wim, is er 1 duidelijke favoriet, nog meer eigenlijk zelfs. Man City tegen Kopenhagen. Ja, misschien is dat voor hen een droomloting, want het is de grootste verrassing, hè, bij de laatste 16 Kopenhagen. Ja, want Galatasaray en Manchester United uitgeschakeld. Tweede geworden na Real was zeker in de
Of ze werden na Bayern. Na Bayern. Ja, dat was niet verwacht. Hè. Ook met 8 punten doorgaan. Maar ja, ze hebben wel eens 0-0 gespeeld tegen Bayern. Dat maakt dat ze inderdaad er nu bij zitten. En ja, niks te verliezen natuurlijk. Maar ze gaan zeker City niet uitschakelen. Dat is duidelijk. Thuis. Gelukkig mogen ze eerst thuis, ja. Waardoor je nog wel een wedstrijd krijgt. En ze hebben ook, ik zag hier, 10 clean sheets thuis op 19 Champions League matchen. Okay. Dus dat kunnen ze wel. Ja, City zal de ballen weer hebben, hè, zoals we het weten van City. En zij gaan verdedigen en hopen dat ze op de tegenaanval iets kunnen doen. En vooral met het publiek erachter, de 12e man. Maar dat zal niet voldoende zijn. Een 0-0'tje, dat zou misschien nog wel kunnen. Maar het zal zeker van Kopenhagen uit een gesloten wedstrijd zijn. Ja. Heb je gezien wanneer Kopenhagen zijn laatste match met inzet heeft gespeeld? Ja, 9 december. Wel, ja, drie dagen later. Voor de beker. Ja, maar daarna was er nog de laatste match van de groepsfase, denk ik. Of heb ik me vergist? Was dat de 12e. 12 december? Ja, de 12e. Ja. Juist, ja. De 12e december. Dat is nu niet bepaald een voordeel. Nee, hè? Je begint totaal zonder ritme aan een match tegen de beste ploeg ter wereld, quasi. Ja, en die weer ingespeeld raakt. Hè? En overal zijn manschappen beschikt stilletjes aan. Ja, ja, het is een onmogelijke opdracht. Alleen zit er ook niet te veel druk op. Niet afgaan, zoals Leipzig afgegaan is vorig jaar. Ik denk dat dat een beetje de insteek zal zijn. En gelukkig mogen ze eerst thuis spelen. En gaan ze nog eens alles geven. Maar dat ze klaar gaan zijn fysiek, ja, dat is nog af te wachten. Ja, en City gaat zich ook niet forceren in die wedstrijd. Nee. Die denken van, ja, oké, zorgen dat we er zonder kleren scheuren en blessures doorkomen en thuis schoppen we er 5 in. Ja, voilà. Ik denk dat ook de ingesteldheid gaat zijn. Ja, want vorig jaar zaten ze in dezelfde groep en herinner ik mij dat ze daar 0-0 gespeeld hebben, City, maar dat zonder Kevin was en zonder Haaland. En ja, dat is zo een tussendoortje voor die ploeg. Hè. In Engeland hebben ze belangrijkere matchen af te werken dan nu tegen Kopenhagen. Misschien ook Guardiola wel. Hè. Zegt hij van, competitie is belangrijker, want daar worden we toch flink opgejaagd. Titelstrijd daar zeer boeiend, dat is waar. Maar met het vormpeil van Man City, Peter, zit het snor. Hè. Als je kijkt, 10 wedstrijden op een rij gewonnen nu en ook 29 keer gescoord. WK voor clubs gewonnen. Ze raken op toerental. Ja, dat, dus ze gaan er weer dichtbij zijn. Guardiola heeft gezegd, het zal dit seizoen, hoeveel procent gaf hij? 0,01 of zoiets procent kans om nog eens de treble te winnen. Maar ze gaan er toch niet al te ver af zijn, denk ik dan maar weer. Eerlijk gezegd, als inderdaad de goede spelers weer in vorm komen, en ze hebben al vaker getoond dat ze soms voor het nieuwjaar vaak nog meer dan dit seizoen wat struikelen en strompelen en dan in de laatste rechte lijn toch sterk zijn. Ja, als het er echt op aankomt, zijn ze daar wel. Hè. En af en toe laten ze wel eens iets liggen. Maar ja, het moet toch heel erg lastig zijn van, zoals bijvoorbeeld zaterdag nu weer, tegen zo'n gesloten defensie, gesloten ploeg, Everton, van wie iedereen dan zegt, ja, die hebben het goed gedaan. Maar die parkeren echt wel de bus, die trekken daar een muur op. De 2-0 viel pas in de laatste 10 minuten, denk ik. 70ste minuut scoorde Haaland, maar dat was de eerste keer dat ze tussen de palen trapten, hè. Ja, na de goal dan? Nee, Haaland heeft de eerste gemaakt. Hè? Ah, oké. Okay, 70ste minuut. Dat was de eerste keer dat ze tussen de palen trapten. De corner, stel je die voor. Hij binnen schiet. Ja. Ja, dus ja, het is heel geduldig. Ik moet zeggen, het was met momenten heb je zelfs het gevoel wat vervelend om naar te kijken. Ja, wel een collega-analyst, Wim, die gekeken had, had zich donkerblauw geërgerd. Ja, kan me voorstellen. Slaapverwekkend. Ja. Slaapverwekkend. Voilà, dat is wat ik ook zeg. Maar ja, je moet het wel doen, want ik heb City nu. En je weet op een gegeven moment, oké, het zal nog wel gebeuren. Kevin werd dan ingebracht, 60ste minuut. Het was misschien wel de bedoeling om hem weer helemaal te laten rusten. Maar de nood was hoog. En Haaland, die niet veel ballen raakte, opeens met die rechter, ja, knalt hij die binnen. Hij staat daar ook op een positie, krijgt hem ook nog via een verdediger. En de tweede goal, dat was dan op de counter, want Everton moest dan komen, dan was er wat ruimte. Speelt Kevin Haaland aan, die gebruikt dan zijn lichaam voor zijn verdediger helemaal weg te zetten. Maar dan was het toch wel heel opvallend. Want wij zeggen altijd, Haaland heeft Kevin nodig en omgekeerd. Hè. Die twee die vinden elkaar. Het was van april 2022 geleden dat Kevin nog een doelpunt had aangebracht voor Haaland. Wanneer? 20? 22-23. Ja, april 2023, zei ik. Maar natuurlijk. Ja, Kevin uit geweest. Haaland uit geweest. Je zou moeten kijken in hoeveel wedstrijden. In hoeveel wedstrijden dat is. Ja, dat heb ik nu niet gezien. Maar Haaland ook al 11 wedstrijden gemist. Hè, dit, en toch is hij topschutter in de Premier League. Met 16 goals. Dus, maar ja.
Ze gaan weer, als het er echt op aankomt, gaan ze weer helemaal in vorm zijn. Hè. En wat Guardiola nu deed, normaal gezien laat hij één centrale verdediger ermee inschuiven op middenveld. Nu heeft hij er twee laten inschuiven. Hij deed, hij liet ze opbouwen met twee. Oké, en Ruben Dias. En hij liet Akanji en Stones als middenvelder erbij. Ja, het was iets nieuws. Ja, we moeten altijd iets nieuws. Ja, je moet altijd iets nieuws. Maar je had weer iets gevonden. Iets helemaal nieuws. Maar dat lukte niet zo goed. Heeft ze dan toch naar de kant geroepen en gezegd tegen... Nu moet er toch wel mee stoppen. Ja. Misschien is het wel een beetje overdreven. Okay. Maar het was toch wel... Ja, hij wil altijd iets nieuws uitvinden. En hij doet het dan wel natuurlijk ook. En dan maar vergeten we nog Foden. Die heeft ook al 14 goals. Alvarez dit seizoen al 15 goals. Dus, ja, en behoorlijk... Foden van die rechterkant, waar ze door het weggaan van Mahrez een linksvoeter zo wat misten, toch? Heeft Foden daar zijn positie gevonden. Hè? Want, Doku... Die kreeg weer de voorkeur op Grealish. Guardiola heeft hem ook even gecadreerd en gezegd, ja, hij moet weer de Grealish worden van vroeger. Want hij rendeert te weinig. Nee, dat is veel keuze. Dus vorig jaar was hij na een moeilijk seizoen. Ja. Daarvoor was hij lange tijd de man. Helemaal ontbolsterd. En ja, voilà, zo gaat dat bij Man City. Weinig plaats om... Het is dat ik bedoelde. De selectie daar is onwaarschijnlijk, zeker als iedereen fit is. En elke keer als we met zoveel lof zwaaien richting City, maak ik er dan een ergerlijke gewoonte van om toch nog maar eens te zeggen, maar het klopt natuurlijk niet. Ja. Hè? Het klopt natuurlijk niet. Ze moeten gestraft worden. Ja, dat gaat dat gebeuren. Ja. Ja, we hebben die selectie samengesteld. Wat is het laatste nieuws daarover? Want... Dat ze bezig zijn. Het onderzoek loopt. Ja. Maar omdat het vele malen dikker is, het dossier, vele malen meer gevallen zijn over vele malen meer jaren dan bijvoorbeeld Everton. Hè, want dat noemen ze dan klassejustitie. Ja. Die zijn meteen al 10 punten kwijt. Maar riskeren ze dit seizoen nog punten aftrek? Nee, dat gaat er niet van komen. Goed. Als het al zover is, want net zoals ze op het veld over de beste selectie beschikken, beschikken ze ook in het advocatenkantoor. Ja. Een goede batterij, dik betaalde lawyers. We gaan naar een andere topploeg, waar de sfeer helemaal anders is. Wim, Bayern München, heb je die wedstrijd ook bekeken? Ja, ik heb gekeken. Wat is er aan de hand met Bayern? Ja, ik weet het niet. Het was vreselijk om naar te kijken. Zij moeten naar Lazio. Dat is nu niet de zwaarste tegenstander. Nee. Maar ze verloren met 3-0 bij Leverkusen in die topmatch. En terecht wel meest balbezit, maar balbezit op eigen helft. Tuchel die had zich helemaal aangepast aan Xabi Alonso en aan Leverkusen. Maar werd wel tactisch gepakt door Xabi Alonso. Hij had zich eigenlijk een beetje ingesteld op de snelheid van Frimpong daar op die rechterkant. Waardoor hij daar Boei van Galatasaray... Benieuwe aanwinst, een rechter flankverdediger op die links stond, maar Frimpong zat op de bank. En ze hebben daar Stanisic gezet. Xabi Alonso. Ex-Bayern, ja. Uitgeleend. Moet nog terug. Huurling. Blijkbaar mocht hij toch meedoen. En maakt dan de goal ook nog in de rug van Boei, die daar niet goed oplet. Bayern wist echt niet wat ze aan moesten met de veldbezetting van waarom van past Tuchel zich aan wat ze normaal niet doen? Oké, het is wel Leverkusen die fantastisch presteren, maar dat wordt hem wel kwalijk genomen. Er wordt gezegd, Tuchel heeft zich vergist. Het was een beetje zoals Real tegen Girona. Leverkusen, het Girona van Duitsland nu. Oké, misschien minder een verrassing, maar toch. We hebben die tegen Club toch zien spelen vorig jaar. Dat was niet zo fenomenaal zoals het nu is. Hè? Want zonder Boniface. Hè? En met drie kleine jongetjes vooraan. Ja, doen ze dat. Ze doen dat geweldig. Ja. En ook die hoge pressing en dat snel... Ja, Xabi Alonso is de grote vedette geworden daar. Hè? Peter, heb jij wedstrijden van Bayern gedaan in de poules? Ja. Tegen United? United heb tegen je United. Wat vond jij? Maar goed, het was dan tegen United. Vond ik ze twee keer toch gewoon bazende beter. Ja. Ik ben vrij makkelijk gewonnen. Vrij autoritair eigenlijk, eerlijk gezegd. De analyse nu is de kern. Daar moet iets aan gebeuren. Die is onvoldoende versterkt. Harry Kane is erbij gekomen, maar de rest... Tja, ze zijn niet overtuigd in Duitsland. Ik denk dat de symbiose tussen de groep en de trainer... dat daar toch het probleem is. Dat was al met Nagelsmann en dat is nu ook weer. Ik denk dat daar weinig veranderd is, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze zich misschien al wel beklagen dat ze toen Nagelsmann te snel hebben buitengezet. Toen waren ze nog op 3 fronten actief en 2 weken toegelagen. Later nog op 1, waar ze dan per abuis nog in de laatste seconde kampioen zijn geworden. Ja.
Dus, Nagelsmann zat wel te lachen in de tribune. Hij zat daar met Rudy Völler. Hij kwam kijken als coach van de nationale ploeg. En hij kwam natuurlijk manifest in beeld op momenten dat Leverkusen scoorde. Ik moet zeggen, hij had er pret in. Hij vond het niet zo erg. Nee, hij vond het niet erg. Maar goed. Ja, maar ze hebben in principe nog altijd wel een ploeg. Want op het moment dat ze dan draaide... Ja, was het toch nog altijd, vond ik indrukwekkend. Als je kijkt naar de selectie, oké, zal er misschien van alles moeten aan veranderen. Ja, dat is toch nog altijd het een en het ander, zeker in offensief. Of zeg maar, ja, maar je voelt, Kimmich zit niet lekker in zijn vel. Müller en Kimmich staat dan op de bank. Ja, Müller hangt daar rond. Dit heeft heel veel invloed, denk ik. Ja, ja. En hij mag Müller nog weinig spelen. Nee, ik denk vooral Müller. Ja. Heeft ook altijd iets te zeggen, altijd wel met de glimlach en zo. Ik denk dat dat voor die coaches niet evident is. Dat is zo'n soort coach naast dat veld die daar ook bij... Denk ik, hè, dat gevoel heb ik. Ja. En Tuchel, dat viel mij op, die anders heel erg streng is en ook naar zijn spelers toe. En was heel en amicaal. En wild gesticuleren altijd. Ja, nu niet. Hè. Nu was het, als degenen die eraf kwamen, werden uitgebreid geknuffeld, terwijl het nergens op geleek. Hè. Het voetbal was er was geen aanleiding voor nee. veel En Kane, knuffel. Die toch wel accelereert en als diepe spits daar ja, zich heel goed voelt. Ja, die werd geen enkele keer bereikt. Hè. Ja. Hij speelde ook met Mazraoui rechts als wingback en links dan Boey en Dyer hebben ze nu gehaald. Ook achterin met Upamecano, Dyer en Kim Min-jae. Die links centraal speelde. Ja, links centraal. Ja, ook. Ja, liep het echt van geen kant. En, ja, dus, maar... Maar Lazio, wel nog opletten maar over de Bundesliga. Ja. Want Leverkusen is formidabel. En vijf punten. Maar, ja. Nu begint het. Ja, ja. Toch maar opletten. Ja, ja. Het begint te spannen. Ineens zijn ze daar dan toch weer. Ja. Elf titels op rij. Er wordt nu gezegd, het zal een seizoen zonder prijs worden. Een beker het uitgeschakeld. Kan. Ja, maar het kan. Je weet het nooit met Bayern. Dat is zeker waar. Lazio... Daar gaan we niet te veel over uitweiden, want ik vind dat een van de... Zeggen. Wel, ik heb ze gedaan tegen Atletico de laatste speeldag. Toen was er eigenlijk wel al de kwalificatie, maar ik vind ze een van de zwakste... Grijze ploeg, hè? Ja, om naar te kijken. Ja, ja, ze wonnen wel afgelopen weekend bij Cagliari, maar ja, dat is ook een van de laagvliegers. Voilà. Volgende match. Paris Saint-Germain, want door de groepsfase gesparteld en toch, zeg jij Peter, de meeste indruk op mij gemaakt. Goed, ik moet dan snel antwoorden, maar wat mij vooral bijblijft is die laatste wedstrijd, do or die, met het mes op de keel. Bij Dortmund. Dat was wat mij betreft de beste wedstrijd die ik heb gezien in de groepsfase. Ja. Van een galactisch niveau. Van de twee kanten. Spektakel. En met een snotneus van 17 die de lakens uitdeelde. Terwijl, noem zijn naam nog maar een keer. Terwijl Vermeer hier bejubeld werd voor zijn prestatie tegen Barcelona. Of de helft van Barcelona. Ja, was dat nog wel wat anders. Die dicteerde daar de wet. Was niveau kwartfinale, halve finale Champions League. En ik heb nu weer een paar wedstrijden gezien van Paris Saint-Germain. Ook nog dit weekend tegen Lille. Het is toch een lust voor het oog. Ik kan er niet aan doen. Welk voetbal spelen ze tegenwoordig? Want daar was vorige week in L'Équipe, zag ik... discussie over, spelen ze best in de omschakeling of in balbezit? Nee, maar ook in balbezit. Ja, ook echt in balbezit. Want dat is wat Luis Enrique prefereert. Ja, ja, maar dat doen ze zeker ook goed. En ze hebben zoveel snelheid en techniek. Dembélé blijft altijd nog een enigma. Want ja, zijn statistieken zijn om mee te lachen eigenlijk. Maar hij is ongelooflijk bepaald. Qua assists valt het mee. Dit ja, een stuk of zeven heeft hij er. Dat is waar, dat is het meeste van de league. Maar goed. Maar dat is te weinig. Ja, dat is eigenlijk te weinig. Ja, veel te weinig. Ja. Maar als je kijkt wat hij bijbrengt, in de pressing ook, bijbrengt, hè, zoals het eerste doelpunt, komt eigenlijk doordat hij druk vooruit zet. En zijn snelheid en bewegingen. Ze brachten een Barcola in. Ja, dat is die een goeie, doet het ook goed, hè? Ja, dat is een hele goeie. Die zagen die wij nog invallen deed. Tegen Newcastle. Wij waren daar samen. Dus, dus Paris Saint-Germain heeft wat mij betreft een paar wedstrijden gespeeld die echt geweldig waren. En nu ook. En dat middenveld van Ruiz begint een beetje er bovenuit te steken. Zo. Ja, ik vind het toch een heerlijk elftal om naar te kijken. En ze gaan weer net tekort komen. Dat zeg je nu al. Ja, ik denk dat dan, maar. Tegen Real Sociedad gaat het toch gebeuren, denk ik. Dat gaat er, ja. En er is wat onder. Het was zonder Mbappé. Hè, want die was licht onzeker, dat is het goede nieuws. Hij was licht onzeker. Ik weet niet of je die trap gezien hebt. Nog niet gezien, maar wel gelezen en gehoord. Ja, die tackle. Die hij fameuze moest overtreding. Normaal ben je zwaar geblesseerd. Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Dus... Kaart voor gegeven? Ja, een gele. Ja. Maar omdat zijn tweede gele was, moest hij er toch af, de man van Brest. Maar dus zonder hem op, werd gespaard. Dus ja... Als hij gespaard was, zie je dan wel Kolo Muani en zo wat meer naar voren treden. Als Mbappé erbij is, dan is het natuurlijk hij die alles naar zich toe trekt. Mbappé weer in de krant, gaat hij nu naar Real? Ja, wat is in drie zinnen de huidige stand van zaken? Mbappé, Real Madrid.
Wel, zoals op de duiven, wachten op het weerbericht. Ja, dus alles ligt in de handen van Mbappé. Maar ja. Paris Saint-Germain is blijkbaar wel al bezig met een plan B zonder Kylian Mbappé. En de El Khelaifi heeft al een keer gezegd, ja, de club is groter dan de speler. Dus ze zijn al wel een beetje... En bij Real Madrid hebben ze sinds de vorige slechte ervaring natuurlijk ook gezegd van, ja, we gaan wel lijnen trekken waarbinnen het moet gebeuren. Ja, het is en dit als je of niets. Kijkt naar Real... En je ziet Vinicius spelen en je hebt Bellingham. Ja, moeten we daar Mbappé ook nog ergens tussen zwieren die dan toch de rest overvleugelt? Ja. En die met een salaris gaat komen waar die toch al redelijk goed betaalde andere sterren van Real natuurlijk in de verste verte niet in de buurt komen. Gaat het wordt een boeiende zomer hè, met ja, Mbappé, ja, met Osimhen. Ja. Maar het moest afgehandeld worden. In januari was gezegd, 1 februari moest iedereen het weten. Het is al opgeschoven naar 1 maart. We zijn de 12e, ja. Ja, dus, Het enige bij PSG is natuurlijk ja, Donnarumma, Navas. Navas stond er nu in. Maar dat was de rotatie, hè? Ja, ik weet het wel. Maar Donnarumma overtuigt niet altijd. Nee, overtuigt niet. Nee, verre van. Niet altijd. Ja, bijna nooit. Hè. Nee, niet. Ja, dus daar zitten ze, kan niet zeggen, met een probleem. Maar dat is niet van het niveau van Courtois. Daar van, kan het op aankomen als het dan gaat over die eindfase. Ja, hij heeft in de Champions League al voor problemen gezorgd. Fouten gemaakt. Zo ook tegen Newcastle bijvoorbeeld. De goal die ze daar binnenkregen. Ja, ja. Hij was ook zo half onder hem. Wat traag naar de grond. Is heel slecht met zijn voeten. Ja, misschien kiezen ze straks wel als het er echt op aankomt voor Navas. Je weet. Voelt wel weer de druk. Ik las in de L'Équipe gisteren 600 fans. Op training. Wel toegelaten. Van de ultras met vuurpijlen en zo. Ja. Nog eens, er is wat discussie rond het stadion. En, ja, dus je voelt het wel weer. De spanning neemt wel weer toe. Mm-hmm. Bij Paris Saint-Germain. Maar ze zijn favoriet. En zeker omdat Sociedad het eigenlijk niet zo goed meer doet de laatste tijd. Ze scoren ook niet meer. 4 wedstrijden zonder doelpunt. Wordt een beetje misschien wel het Benfica van dit jaar. Ja. Vorig jaar Benfica... ik moet zeggen, ik heb er weinig wedstrijden van gezien, maar ik hoorde dan toch, het was sensationeel wat ze deden in, onder andere tegen Benfica. Maar ja, nu moet ik wel zeggen, in de wedstrijd die ze nu verloren van Osasuna, ja, dat is een beetje zoals Agen bij wijze van spreken. Ik kan niet uitgelegd krijgen dat ze die wedstrijd niet gewonnen hebben met een paar doelpunten verschil qua kansen en zo, terwijl het toch... Ja, een B-elftal was. Ja, Oyarzabal geblesseerd, Barrenechea, Brais Mendes zaten op de bank. Ik zag ook wel slechts twee goals. Ook Le Normand staat dik en zo. Twee tegengoals slechts in de groepsfase. En buitenhuis 3 keer de nul gehouden. Ja, dus PSG thuis zal uit zijn kot moeten komen om die defensie te pakken. Want die gaan wel op volle sterkte zijn. Het zal toch heel moeilijk worden voor de Basken, inderdaad. Ja. Mannen, we zijn rond. Ik onthoud, Peter en Wim, dat het vooral de favorieten zijn die... Ja, in principe geen problemen zullen kennen deze week. Met, maar eigenlijk zijn het de 4 van wie dat we denken die het wellicht gaan halen, die nu spelen, hè? Morgen en overmorgen. Wil ik volgende week nog wel een keer over... Heb je Inter? Arsenal-Inter? Je hebt Arsenal gepronosticeerd. Maar de tijd voor vandaag zit erop. Nee, één van die 4, hè? Goed, ik moet bij Barcelona blijven. Ja, dat is natuurlijk een dwaasheid. Mannen, onze tijd voor vandaag zit erop. Ik wens jullie veel reisplezier. Safe travels doorheen Europa. Morgen en woensdag dus, zoals al aangekondigd, op de televisie. Gewoon 2 wedstrijden, ook weer in multi-life-formule. Als u nog geen abonnee bent, liever in de knock-outfase de komende maanden. Het is echt wel nog de moeite waard om het misschien toch eens te overwegen. 7:15 beginnen we eraan, telkens met onze voorbeschouwing. Ik zou zeggen, heel graag tot dan en anders tot volgende week voor de vooruitblik op de volgende 4 achtste finales.